Mario, wat heb je aan dit punt? Niet veel. Voorafgaand aan de wedstrijd waren we met elkaar eens. Deze wedstrijd moet je winnen. Zij zitten een beetje in hetzelfde schuitje als ons. We proberen nog aan te haken voor die playoff plek. Dus dat was een hele belangrijke wedstrijd. En zeker gezien het wedstrijdbeeld dat zij op een gegeven moment met 10 man komen, moet je hem denk ik over de streep trekken. Laat je dan die kans echt liggen hier? Ja, dat gevoel heb ik wel. Ja. Ik moet zeggen, ik vond dat zij met 10 man nog... Zij herkennen gewoon goed dat ze opportunistisch moeten spelen. En zij zijn nog een aantal keer gevaarlijk bij ons voor het goal met de halfschot dat volgens mij voorlangs gaat. En Sonny die één keer goed uitkomt. En bij ons is het elke keer redelijk tot leuk op sommige momenten tot aan de 16. En dan ontbreekt het aan zuiverheid in de uitpaas een beetje. Ja, want de grootste kans in de tweede helft is uiteindelijk voor Roda. Ja, klopt. Dat is toch eigenlijk een pijnlijke constatering. Ja, nou ja, kijk, ik denk wat ik zeg, Roda herkent op een gegeven moment, oké, we hebben een man minder, we gaan opportunistisch spelen. Ik had ook echt het gevoel dat zij nog de 3 punten eruit wilden slepen. En ik denk op een gegeven moment komt Thomas erin, ik speel onder hem. Misschien moesten wij dat ook wat meer gaan doen. Gewoon hun naar achter drukken, de lange bal diagonaal erin brengen en kop die wel eens winnen. Tweede ballen proberen te winnen. Je hebt de man meer, dus... Het gat is nu 6 naar plek 8. Je hebt er nog 6 te gaan. Klinkt een beetje als Aad de Mos, maar je begrijpt denk ik wat ik bedoel. Hoe ga je die laatste week in? Ja, ik hoop met goede moed. Ik bedoel, nog 6 wedstrijden te gaan. En ik moet zeggen, 6 punten zijn te overbruggen. 7 dan eigenlijk, hè? Ja, nou ja, kijk, wij hebben nog een aantal belangrijke wedstrijden tegen Almere. Tegen de Graafschap. De laatste 4 wedstrijden, 2 jongploegen, Helmond. Jong Ajax op maandag, hè? Ja, nou ja, daar moet je mee dealen, toch? Vorig jaar stond er 45 miljoen op het veld. Ja, oké, dat zijn zorgen voor later, joh. Laten we niet nu al conclusies trekken, toch? Voor hetzelfde geld staan ze gewoon met wel een jong ploeg. En dan staan ze er niet. Maar goed, we hebben gewoon nog hele belangrijke wedstrijden. Onze concurrent ook. Dus het gaat er gewoon om... Klinkt heel cliché, maar wie de meeste punten gaat pakken. Dus laten we beginnen met winnen tegen Almere op zondag. Daarna de Graafschap winnen. Almere is niet echt de concurrent, de Graafschap wel. En van daaruit zien we wel verder. Maar laat duidelijk zijn, als je de komende 2 wedstrijden punten laat liggen, of in ieder geval verliest, dan wordt het heel lastig voor.